Komende zondag komt NAC Breda op bezoek in Groningen. Op 29 januari 2006 was NAC na SC Heerenveen de tweede tegenstander van FC Groningen in het nieuwe stadion Euroborg. Sander van Gessel was die middag aanvoerder van de ploeg uit Breda. Het was een bijzondere middag voor Van Gessel, want tot de zomer van 2005 was hij nog speler van FC Groningen. De wedstrijd werd extra speciaal omdat Van Gessel die middag in januari het eerste doelpunt namens een tegenstander maakte in Euroborg. Hij en Elschot keren vandaag terug. Op dat moment ging het met Groningen eigenlijk steeds wat beter. Dus ja, je merkte echt dat er wat op gang natuurlijk kwam. Mensen enthousiast over waren. Ja, dat zijn natuurlijk dingen waar je eigenlijk ook wel onderdeel van zou willen uitmaken. Maar goed, waar ik bewust ook voor had gekozen om mijn andere weg in te slaan. Ja, goed, en daar stond ik ook volledig achter. Wordt hij het of Red Schollen? Nee, Levchenko scoort. En Groningen staat op 1-0 in de 18e minuut. Dan maak jij de 1-1. Wat herinner je nog van de doelpunt? Dat het een kopbal was, dat het ook best een mooie goal was. Tegelijkertijd was ik me ook van bewust van... dat is de eerste tegengoal eigenlijk voor FC Groningen in het nieuwe stadion. Vrij trap Diba. En goed gekopt en die bal valt binnen. De goal van Van Gessel. Nota bene Sander Van Gessel. Die vorig seizoen gewoon nog onder contract stond bij FC Groningen. Dat is toch ook best bijzonder. En ja, als jij dat dan bent. Toch als iemand die denk ik daarvoor al veel tijd ook bij FC Groningen heeft gespeeld, gewerkt, opleiding heeft genoten. Ja, dan vond ik dat ergens wel mooi. En had ik ook zoiets van, ik hoef nou ook niet uitgebreid te gaan juichen zeg maar, in het nieuwe stadion voor het publiek waar je ook zo lang voor hebt gespeeld. Maar deed het wel iets met je. Paul Matthijs, goed ingespeeld op Nefland, handig gedaan. En het schot van Selman valt er ook in. Prachtige goal. En zo staat Groningen binnen een minuut weer op voorsprong. Goed gedaan door Diba. Leonardo op snelheid. Nou, deze moet erin. Leonardo scoort bij zijn debuut voor NAC. Het is 2-2. Silva. Met Demir. Silva buitenom. Schollen zit mis en de bal gaat erin via Rasmus Lindgren. Het is vervolg dat Euroborg explodeerde. Wij afdropen. Maar ik daar ook wel zag van, daar gebeurde wel wat. Dus dat was, als je gewoon puur kijkt naar voetbal en voetbalbeleving, dan is het natuurlijk wat je mooi vindt als liefhebber. Alleen op dat moment als tegenstander wat minder. Zondag treft FC Groningen NAC opnieuw. Hoe kijkt Van Gessel aan tegen het huidige NAC? NAC heeft het moeilijk. Wisselingen zeg maar in de club, onrustig. En ook bij NAC zijn ook altijd bepaalde verwachtingen. Ja, en als je eenmaal daar zit, dan is het ook niet zo makkelijk om daar weer uit te komen. Zeker niet met ook een jonge groep die NAC ook heeft.